Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Vandaag ga ik met jullie een rewind video doen, een ontstress video en gewoon hoe dat, laten zien hoe dat ik chill in mijn vrije tijd. Dit probeer ik toch wel één keer in de maand echt te doen, echt tijd te nemen om relaxed te worden en om zalig een badje te nemen. En mijn huid te pamperen en alle good stuff eigenlijk. Ik zit nu bij mijn schoonouders op een terrasje. En dat is echt super leuk, want die hebben een heel mooi uitzicht. Dus dat is kei tof om deze dag mee af te sluiten. Ik heb vandaag hard gewerkt, veel gedaan. Ik mag mezelf een schouderklapje geven. Dus nu is het tijd om relaxed te worden en relaxed het weekend in te gaan. Terwijl mijn badje aan het vollopen is, maak ik mij een theetje. Want zoals jullie weten ben ik verzot op thee en dat is mijn perfecte manier om te relaxen. Terwijl ik in bad zit, kijk ik ook graag series, dus mijn laptop mag zeker niet ontbreken. Voor ik in bad ga, doe ik eerst een beetje infused honey oil in mijn haren, zodat dat goed kan intrekken terwijl ik in bad zit. Het is eigenlijk een soort van voedend maskertje, een soort van voedende olie. En aangezien dat mijn puntjes wel heel kapot zijn, smeer ik dit toch wel één keer in de maand, zeker in mijn haar. En wat is een bad zonder een lush bed bomb? Let's be honest, we moeten die allemaal in ons bad hebben, al is het maar gewoon voor de mooie kleur. Dan tijd om mij uit te kleden en erin te springen. Ik zit in bad. Ik heb mezelf een lekker ginger theetje gemaakt. Ik heb een nieuwe serie Big Little Lies opgezet, zodat ik even kan relaxen. Eerst ga ik een maskertje doen. Ik begin met dit van Origins, het Gin Zing masker. Dat is een refreshing face masker. Oké, het zit erop. Jullie zien het waarschijnlijk niet, want het is een doorzichtig maskertje. Ik smeer ook altijd een beetje in mijn nek, want een nek verdient natuurlijk ook wel verzorging. Nu ga ik gewoon even fijn relaxen met mijn maskertje op. Serie kijken, thee drinken en gewoon verstand op nul. Dan doe ik nog een tweede face masker op. Dit is een ander soort masker. Dit is eerder een rubber soort maskertje. I know, it looks really stupid. Maar het is wel echt heel voedend voor de huid. En ik wil echt graag mijn huid goed verzorgen. Next up is haren wassen, want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Ik gebruik de Aussie Miracle Moist collectie, omdat ik heel droog haar heb. En dit is echt extreem voedend voor mijn haren. Eerst was ik mijn haar, dan spoel ik ze uit. Dan is het tijd voor conditioner. Conditioner smeer ik enkel en alleen in mijn puntjes, omdat anders de bovenkant van mijn haar te vet wordt. Dit laat ik dan even intrekken. Na de conditioner is het ook nog tijd voor het 3 Minute Miracle Moisturizing Mask. Dit is een soort van maskertje, extra voedend nog eens voor heel droog haar. Dus dat smeer ik ook weer in mijn puntjes. Uitspoelen
En dan ben ik klaar met mijn haren te wassen. Daarna is het ook tijd om mezelf te wassen natuurlijk. En als ik uit bad kom, dan doe ik ook altijd een soort van body lotion of body crème op mijn lichaam. Als laatste stap in mijn badroutine doe ik nog een beetje honey-infused hair oil in de puntjes van mijn haar. En dan ben ik klaar. Op een relaxerende avond hoort ook natuurlijk relaxerend eten. Dus Sam is ondertussen dat ik in bad zat al frietjes gaan halen. Daarna lees ik nog een beetje bij het open haardvuur. En voor we naar huis gaan, kijken we nog eens eventjes naar het uitzicht wat 's avonds nog mooier is. Dan thuis knuffel ik nog met de katjes. Maar ondertussen is het al wel laat geworden, dus tijd voor bed. Voor ik ga slapen spuit ik een sleep spray op mijn kussen. Deze komt van Bed & Body Works. Ik denk dat dit enkel in Amerika te verkrijgen is, ik ben niet zeker. En dan is het tijd om erin te kruipen. Ik lig in bed. Met Sam. Helemaal relaxed van het gezellige avondje. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Doe zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.